U kunt uw afstandsbediening gebruiken om uw auto te vergrendelen en ontgrendelen. Druk op deze knop om alle portieren en de achterklep te vergrendelen. De alarmverlichting zal één keer knipperen ter bevestiging. Druk op deze knop om alle portieren en de achterklep te ontgrendelen. De alarmverlichting zal twee keer knipperen. Sommige modellen zijn uitgerust met het keyless systeem. Dit houdt in dat u portieren kunt vergrendelen of ontgrendelen zonder de afstandsbediening uit uw zak of tas te halen. Zolang de afstandsbediening zich binnen een afstand van ongeveer 80 centimeter van de voorportiergreep of de achterklep bevindt, kunt u op deze schakelaars drukken om de auto te vergrendelen of ontgrendelen. Om zorg te dragen voor de veiligheid van u en uw eigendommen, kunt u de schakelaars op de voorportieren niet gebruiken wanneer de auto is vergrendeld en de sleutel zich dicht bij de achterklep bevindt. De afstandsbediening moet zich in de buurt van de voorportieren bevinden om deze te kunnen ontgrendelen. Als het autoportier wordt vergrendeld terwijl zich een passagier in de auto bevindt, moet hij/zij aan deze knop trekken om het portier te ontgrendelen. De achterklep heeft een elektrische ontgrendelingsschakelaar boven de kentekenplaat. Als de auto eenmaal ontgrendeld is, drukt u op de schakelaar en de achterklep gaat open. Druk op deze knop om alle portieren van de auto te vergrendelen. De laadplank kan in twee verschillende standen worden gebruikt. Wanneer de laadplank in de bovenste stand staat, bevindt zich daaronder een opbergvak waarin u kleine spullen kunt opbergen. Til de laadplank op. Trek de laadplank iets naar buiten en plaats het andere uiteinde in de houders, zodat de laadplank rechtop staat. Als u meer ruimte wilt vrijmaken voor het opbergen van hogere spullen, tilt u de laadplank op, trekt u deze naar buiten en plaatst u deze in de onderste stand bovenop de bodemmat. Er is ook een sleutel voor handbediening die uit de achterzijde van uw afstandsbediening kan worden getrokken. Deze kan worden gebruikt om portieren handmatig te vergrendelen en ontgrendelen met behulp van het cilinderslot in het bestuurdersportier. Draai de sleutel richting de voorzijde van de auto om alle portieren plus de achterklep te vergrendelen of richting de achterzijde van de auto om ze te ontgrendelen. Veel functies kunnen worden gepersonaliseerd via het scherm in het dashboard. U kunt bijvoorbeeld wijzigen naar hoeveel tijd de portieren automatisch opnieuw worden vergrendeld nadat ze zijn ontgrendeld met de afstandsbediening of portierschakelaars. Uw auto is voorzien van een functie voor automatische vergrendeling, waardoor uw auto automatisch wordt vergrendeld wanneer u bij de auto wegloopt. Wanneer de geavanceerde sleutel zich buiten het werkingsbereik bevindt, worden alle deuren en de achterklep na ongeveer 3 seconden automatisch vergrendeld. De alarmknipperlichten knipperen dan één keer. Als de bestuurder zich binnen het werkingsbereik bevindt, worden alle deuren en de achterklep na ongeveer 30 seconden automatisch vergrendeld. Als u zich buiten het werkingsbereik bevindt voordat de deuren en achterklep volledig zijn gesloten, of als er een andere sleutel in de auto wordt achtergelaten, werkt de functie voor automatische vergrendeling niet. U hoort een pieptoon wanneer alle deuren en achterklep zijn gesloten. De functie voor automatische vergrendeling van uw keyless systeem kan in de persoonlijke voorkeursinstellingen worden in- of uitgeschakeld. Als u de motorkap wilt openen, trekt u aan deze ontgrendelingsgreep wanneer de auto is geparkeerd. De motorkap gaat een klein stukje omhoog. Plaats uw hand in de opening van de motorkap, schuif de slothevel opzij en til de motorkap omhoog. Plaats de ondersteunende stang. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie.